Het beeld van voortrazende treinen die over de wegen passeren verdwijnt op steeds meer plaatsen. ProRail is hard bezig om de gevaarlijke oversteken te vervangen door tunnels. In de gemeente Zuidplas worden er momenteel meerdere aangelegd. Tijdens de flinke bouwwerkzaamheden worden er wel eens bijzondere zaken gevonden in de bodem. Zo ook bij de aanleg van de tunnel in de Vijfde Tocht in Moordrecht. Toen men begon met graven is er een geschutskoepel gevonden die in de oorlog werd gebruikt voor de afweer van grondaanvallen of voor luchtaanvallen. De exacte functie van de geschutskoepel is echter nog niet bekend. Om de aanleg van de tunnel mogelijk te maken is de koepel in 2011 een stuk verplaatst. Donderdagmiddag 20 juni werd een bord onthuld met informatie over de bijzondere vondst. De geschutsopstelling is onderdeel van een Duitse verdedigingslinie die vanaf 1943 is gebouwd direct achter de Atlantikwal. De linie liep van Amsterdam via Gouda naar Rotterdam. De verdedigingslinie bestond uit lichte verdedigingsconstructies, zoals prikkeldraadversperringen, maar ook tankgrachten, kleine geschutsopstellingen en mijnenvelden.